Ja, fijn dat ik het wederom mag duiden, de economische thermometer, barometer, zoals ik de vorige keer zei. Wij hebben vandaag, of actueel, het aantal zaken dat goed op een rijtje gezet moet worden. We hebben dus de persconferentie van de governor gehoord met zijn staf afgelopen zondag. Ook via welingelichte kringen een exposé met betrekking tot hetgeen wat er bij de centrale bank ook gebeurt, maar ook achter de schermen, de vraagstukken die er zijn. We hebben een vergadering gezien in de Nationale Assemblée, waarbij de afgelopen periode ook de BTW aan de orde is gesteld. Maar als we alles op een rijtje zetten, mevrouw Gadin, dan weten we in elk geval dat ook vandaag, 17 augustus, we de conclusie moeten trekken dat die herstel eigenlijk heel veel tijd kost, maar ook heel veel capaciteit kost. En de bezetting is niet goed als het gaat om de economische indicatoren, want we zien het ook aan de koersontwikkelingen, wat ik ook vorige week zei, en ook aan de prijsverhogingen waarmee het volk gebukt gaat. Dus we moeten blijven samenwerken voor spoedig herstel. En vandaag geef ik ook aan van dat wanneer we zien dat de verschillende bestanden van Suriname, hè, dus centrale banken, Algemeen Bureau voor de Statistiek, overige cijfers die gepubliceerd worden door bijvoorbeeld Bureau voor Staatsschuld of wat dan ook, dat die redelijk tot goed overkomen in het buitenland of bij instituten. Maar er zijn een aantal dingen die een enorm vervelende geur achterlaten. Bijvoorbeeld de miljoenenaffaire op het ministerie van Financiën. Of wanneer dus een aantal onsmakelijke facturen op social media terechtkomt. Maar de essentie is ook vandaag, laat me ook aangeven, dat we een kwestie hebben van schulden. Bijna 137 schulden. Dat we een kwestie hebben van EBS. Energieprijs, welke gesubsidieerd wordt. De overheid subsidieert ongeveer 170 miljoen SRD per maand. Dat is ongeveer 1,5 miljard per jaar. En we hebben ook een kwestie van wisselkoers. Vanaf de jaren 90 een probleem. Te veel importen, te weinig eigen productie. En we hebben een kwestie ambtenaren. Dus kwestie schulden, kwestie EBS, kwestie wisselkoers en kwestie ambtenaren. Die hebben dus nog niet na 2 jaren en een maand kunnen leiden tot een goed herstel van de economie. En dat betekent dat we met z'n allen ook moeten concluderen dat de economie op dit moment niet in die hoogste versnelling zit, zoals misschien president Santokhi had verwacht of zoals was beloofd voor de verkiezingen. Maar de president die blijft zeggen dat we de 2 moeilijke jaren reeds achter de rug hebben en we zijn nu beland in de stabilisatiefase om te gaan naar groeifase. Maar klopt dat? Jawel, ik weet wat hij bedoelt en het is een formulering welke een president ook moet gebruiken en waardig is om hoop te blijven geven en zijn leiderschap te blijven etaleren. Maar wat de president bedoelt, die bovenbouw van de economie is goed. Met bovenbouw wordt bedoeld cijfers als, laten we zeggen, internationale reserve, de inflatie is minder dan bij vorige regering. Dus de bovenbouw van de economie is goed. Maar de onderbouw van de economie kan beter. En dat gaat hij niet op die manier kunnen zeggen. Dat moet de minister van Financiën doen om zijn uitspraak te nuanceren. Maar we weten in elk geval van, als hij zo zegt, van, dat we in een stabilisatiefactor zitten of dat we in een stabiliteitsfase zitten, dat betekent dat die groei er nog niet is. Maar tegelijkertijd moet de minister van Financiën of de governor blijven aangeven van, luister, het herstelplan is voor 2 jaren en nog een paar maanden. En dan is het tweede jaar ook voorbij. Wat gaan ze doen? Gaan ze verlengen? Is er vrees voor recessie? Ik denk het niet. Als we kijken naar oil en gas, is er vrees voor nadelen op de investeringsmarkt? Denk ik ook niet, want local content gaat aansluiten. En de andere landen kunnen met de ontwikkeling van oil en gas dus ook meeliften. Hebben we te doen met veel geld uitgeven in de economie, waardoor de inflatie weer een probleem heeft? Het is tot nu toe beheersbaar. We weten in elk geval dat coronamaatregelen en lockdowns de economie niet hebben goed gedaan.
En vorige keer zei het, ik zei het al, mevrouw Gayadin, we zitten in die vicieuze cirkel, omdat de mensen van de protestgroepen, de Organic Movement, zodra zij dus zien, en laat me het ook correct weer zeggen hoor, u ziet wederom, ze hebben gestaakt, laatste week van de maand, eerste week van de maand. Ze stoppen met die staking, meestal tweede week, derde week van de maand. Het geld brandt bij wijze van spreken in de zakken van de mensen. Zodra ze iets ontvangen, wil iedereen een dagje uit, misschien naar een restaurant, een tafeltje in een restaurant bestellen. Maar dan wordt dat tafeltje ook duurder. En dat is wat de president ook zei, van als ik langs rijd, dan zie ik dat alle restaurants ook vol zijn. Maar wanneer je veel geld in de economie gaat pompen, met veel geld bedoel ik, die correctie die je gaat geven door sociaal vangnet, en je gaat weer het geld welke brandt in jouw zak uitgeven, soms moet het wel, dan krijg je weer een prijsopdrijvend effect. En de echte pijlers die onder de groei van de economie zitten, en dat moeten dus monetaristen en economen blijven vertellen, is dat je in specifieke maanden, bijvoorbeeld april, mei, juni, geen toename hebt gehad van exporten of van investeringen. Of als ze er zijn geweest, dan zijn dat incidentele dingen geweest. Of dus dat de aantal dingen minder zijn. Maar nogmaals, die economie zit nog niet in de hoogste versnelling. Maar ook vandaag zeg ik, in augustus 2022, 2 jaren en een maand, die economie van Suriname zal, kan, moet in die hoogste versnelling komen binnen de 36e maand. Binnen de 36 maanden, sorry, laat me het goed zeggen. Binnen de 36 maanden die we nog te gaan hebben met regering Sadoki. Of het maand 30 wordt, 33 of 34, wellicht eerder, moet gebeuren en zal gebeuren, omdat we een beetje ook relativeren wat er in Guyana is gebeurd. En als we kijken naar de komende ontwikkelingen, op dit moment is de Tweede Kamer op bezoek in Suriname. Als we kijken Ze naar waren op bezoek. vorige week. Pardon, Ja, meneer oké, Makkers, okay, ze zijn ja, ze zijn alweer weg. vertrokken, maar ik bedoel, ja, u heeft groot gelijk. Ze waren op bezoek, maar ze zijn nog steeds buiten Nederland, dat is wat ik bedoel. Ze gaan naar andere eilanden. Maar dat betekent dat, dat zij een stukje huiswerk meenemen voor minister-president Rutte in Nederland. En Rutte komt, als alles goed zit, in september. En dan moeten we doorgaan met de contacten die we hebben in het buitenland. President Santokki zit in Trinidad. We moeten kijken naar de 10 punten van de economie, mevrouw Gayadin. En ik wil het bijna nog een keer oproepen, ook aan minister Pralat Suddin, minister Kuldip Singh, de ministers die belast zijn met overige productiesectoren, minister Ramdin, minister Ramadin in mindere mate, omdat hij met de uitgaven te maken heeft, heel veel uitgaven bij deze gezondheidssector, maar met name minister Aghaiber Singh. Er zijn 10 punten om te investeren. En de 17 ministers die moeten de economie blijven stimuleren door te investeren, door te laten investeren. En ook voor de studenten van ADEC en de economen bij de centrale bank die we hebben. De 10 punten zijn wisselkoers stabiliseren, bankkoers en parallelkoers op gelijke hoogte blijven houden, vrijstellingen blijven verlenen voor de productiesector, betere wegen en infrastructuur. Het uitdiepen van rivier voor schepen, kennis en kunde vergroten als er een capaciteitstekort is. Kijk wat er is gebeurd op financiën. Verbetering van het investeringsklimaat, constant bezig zijn met ease of doing business. Privatiseren van die onnodige staatsbedrijven. Bestrijden van corruptie en die efficiëntie bij de overheid. En vooral bij bestrijden van corruptie, daar loopt Suriname en de regering achter, omdat de ene schandaal na de andere zich dus blijft voordoen of op social media komt. En dat is het dus niet goed voor de solide basis voor de economische groei en institutionele versterking van de economie. Maar meneer Makka, voor de gewone bevolking is, gaat het om de prijzen in de winkels. Eens, 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 volledig eens. Maar als de regering niet als toon op de top dat voorbeeld gaat geven door uitgaven te verminderen en dat geld daadwerkelijk niet gaat geven aan die samenleving, gaat die samenleving het ook niet gebruiken of kunnen begrijpen. Het afbouwen van overheidssubsidies bijvoorbeeld moet je goed uitleggen. En dan moet je een deel, als je het hebt afgebouwd of een deel hebt afgebouwd bijvoorbeeld bij EBS, dan moet je dat geld teruggeven aan die samenleving voor die koopkrachtinjectie. En nogmaals, hè,
Ik heb Maar net dat, de 10 punten van investeren genoemd. pardon meneer Makka, maar dat Oh. is toch de bedoeling dat er een sociaal tarief komt voor Eens, mensen, voor eens. sociaal zwakkeren, net zoals, dus dat is bij EBS en zo. Er is een heel pakket aan het sociaal programma, wat overigens al in werking is, of niet? Ja, er zijn drie pakketten die eigenlijk in werking zijn of moeten zijn. Eén is het verhaal van COVID-19 steun, waarbij 4500 personen in aanmerking moeten komen voor die 1500 SRD per maand. Oké, dat vergeten we, we zijn nu voorbij de coronatijd. Verhoging van bijstand, dat is het tweede pakket. AOV-verhoging, kinderbijslag en een verhoogde fiscale heffingskorting. En het derde pakket wat ze moeten doen is sociaal vangnet, gratis schoolvervoer, schooltassen, babyvoeding, steunpakketten, mensen met een beperking. Maar om die drie pakketten voor elkaar te krijgen, mevrouw Gaidin, om dus dit stukje herstel te realiseren, heb je vier partijen voor nodig. Dat noemen we bijna, wil ik zeggen, de BOBO. Dat is burgers, overheid, bedrijfsleven, organisaties. Dus nogmaals, burgers, overheid, bedrijfsleven, organisaties. Dat is BOBO. Maar als je die BOBO's niet gaat informeren, of niet goed gaat voorlichten, of niet daadwerkelijk het pakket gaat geven, dan loop je achter. En daarom is binnen het ministerie van Financiën, met het verhaal van Olikarta of Olibodi, hoe je het ook wil noemen, opgezet door econoom-deskundige Wirin Ajodia, omdat dat een steun betekent voor het ministerie van Financiën. Want dat rokkelai. En anders wordt Bobo in Suriname echt een Bobo, dan kunnen ze niets doen. Dus je moet het in overleg met elkaar doen. En dan zie je, er gaat een website gebouwd worden, dan komt die eerste launch in september, maar terwijl het gras groeit. En dat zijn de problemen die er zijn, dat je dus die drie pakketten wat ik heb genoemd, sneller moet doen, sneller moet uitvoeren. En in goed overleg moet doen. Maar als er gezegd wordt, bijvoorbeeld door Governor Roemer, van luister, centrale bank doet haar werk en wij kunnen niet komen aan die dollars die door de exporteurs worden vastgehouden. We kunnen wel de retentieregeling verhogen. Dus het gaat om het wisselkoersregime. En voor de rest moeten flankerende maatregelen komen, fiscaal dingen, noem maar op. Dat doet de governor zijn werk eigenlijk niet goed. Want niet de minister van Financiën is kassier van de staat, zoals wordt geredeneerd. Maar hij is de kassier van de staat. De centrale bank is de moeder der banken. En die moet die aansturing geven op het gebied van reserves, internationale reserves, et cetera. Dus nogmaals, zonder kritiek te leveren, die drie pakketten die niet worden geïmplementeerd op een king-size manier voor het volk, in overleg met die Bobo, wat ik daarnet heb genoemd, moet anders. En daarvoor heb je een king-size governor nodig. Om die bovenbouw te versterken, wat ik daarnet zei dat het goed is, maar het kan beter. En je zal dus die onderbouw veel beter moeten maken met die pakketten. Maar we weten in elk geval, u ziet me dus ook horen zeggen, of u hoort me zeggen dat ik nog steeds positief ben, positief zal blijven, omdat de regering Santokhi een andere bubbel is dan de vorige regering. En ik zei het al, we zitten nog niet in de hoogste versnelling. We hebben geen stilstand in de economie op dit moment. We hebben geen krimp, we hebben wel een probleem met die koers die bedreigd wordt. Maar wat we moeten doen is blijven werken aan die echte pijlers onder de groei. Dus ik hoop dat alle ministers, met name de productieministers, wanneer MP Rutte in Suriname zal komen, niet dat ik het daar ophang, maar IMF is er al, IDB is er al, Wereldbank is er. En wanneer dus MP Rutte dus in Suriname zal zijn minister-president, dan moet men over de Nederlandse economie gaan praten om te kijken van hoe dat geëxporteerd kan worden naar Suriname. Want ik kan u zeggen, mevrouw Gaidin, ik werk op het ministerie van Financiën, even op persoonlijke titel. Wanneer we dachten dat ook in Nederland de inflatie bijna 18% is, alles is duur hier. Alle winkels hebben hun prijzen verhoogd. En we hadden gedacht in Nederland bijvoorbeeld dat de economie in het tweede kwartaal niet zou groeien. Blijkt van dat we een plus hebben van 2,6%. Dus veel meer dan er eigenlijk was bekendgemaakt. En dat komt door die export van investeringen en van bedrijven. En dat moet Achyber Singh en Ramdin en Kuldeep Singh en Siudin allemaal doen door de exporten te laten toenemen. Om ervoor te zorgen dat wanneer die exporten toenemen en we wat meer deviezen krijgen, dat we dat in feite kunnen gaan investeren aan de pakketten en aan het arme volk. En daar wringt het een beetje dat we dus de economie niet op de hogere versnelling kunnen krijgen.
als gevolg van een slechte bezetting, slechte capaciteit. Dank u wel, meneer Makka, voor uw uitleg. Gaat u tot slot nog wat toe te voegen? Nou, één klein dingetje nog. Vandaag kreeg ik wederom, zoals vorige keer, in verband met miljoenen affaire op financiën, waarbij meer mensen zijn aangehouden, facturen die in omloop zijn, overmakingen van gelden, van dacht ik ABN AMRO Bank, voor een adviseur van de president van Republiek Suriname, de juridisch adviseur, iemand die op het kabinet werkt. En daarbij wordt aangegeven van, dat er betaald is door SLM. En je ziet dat twee handtekeningen lopen, dat ding gonst hier in het buitenland. En het gaat van ene instantie naar de andere instantie. Ik roep Paul de Haan, directeur van SLM, ook op. En ook als commentator, ook de adviseur die op het kabinet zit. En eigenlijk ook de regering, om zo snel mogelijk dit te gaan clearen. Dit te gaan organiseren, zodat het juiste nieuws correct wordt gegeven, want anders gaat de social media verhaal de ronde doen. En als het waar is, moeten de koppen echt bij elkaar gestoken worden om dit zo spoedig mogelijk de kop in te drukken of terug te draaien, of hoe je het wil noemen. Want in Suriname wordt gezegd, van ook vanuit hier in Nederland, iedereen moet betalen voor SLM en iedereen moet geld uitgeven. En het is een noodlijdend bedrijf. En hoe is het mogelijk dat SLM dit soort bedragen overmaakt? Dus bankafschriften zijn in omloop. De namen van de banken worden doorgegeven. Rekeningnummers zijn in omloop. En we moeten dus voorzichtig zijn. Want dit soort ontwikkelingen zorgen ervoor van dat de economie van Suriname, met name reputatie en imago, niet goed oploopt. Dus ik roep de mensen op om dit spoedig te herstellen. En zodat ze ook een goed interview kunnen geven aan onze eigen EBC. Dank u wel, meneer Makka. Fijne dag verder.